In 2020 schonk de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond een duiventil aan het PITO, het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs in Stabroek. De eerste duiven namen er toen hun intrek. Na corona is het tijd om dit prachtige project in de schijnwerpers te plaatsen met een officiële inhuldiging. Toen we de vraag kregen om het project te ondersteunen, hebben we onmiddellijk ja gezegd. We zijn hier komen kijken en dat de duiven ook kost toch wel een 20.000 euro. Ja, ja. Dat is geschonken aan de school. Natuurlijk, wij waken natuurlijk over het onderhoud van het ok, hè, want dat is 20.000 euro is natuurlijk niet niets. Maar ik heb gemerkt dat ze in de school er enorm goed mee bezig zijn en dat het ook na 3-4 jaar, en dat staat hier toch van 2020, nog in zeer goede staat is natuurlijk en dat het goed onderhouden wordt. Dus we zijn daar absoluut gerust in. De leerlingen worden hier bijgestaan door liefhebbers uit de buurt. Dat ik enorm waardeer. Dat zijn liefhebbers hier uit de regio die dit project ondersteunen. Die dan de leerlingen raad geven hoe dat ze moeten omgaan met de duiven. Maar vooral ook de voeding, de supplementen dat de dieren nodig hebben. En dan de stappen naar de wedstrijden toe. Hè. De richting dierenzorg is hier gestart in 2004. En binnen dierenzorg hebben we een aantal verschillende diergroepen die de leerlingen natuurlijk hier verzorgen op school. En onder het pluimvee hadden we kippen, fazanten, pauwen, maar we hadden hier geen duiven. En we dachten dan, ja kijk, we missen hier de duiven op school. Wat gaan we ermee doen? Gaan we een duif houden hier in een hok en dan bij wijze van spreken opsluiten of gaan we dat op professionele manier aanbrengen? En we hebben dan gekozen voor die professionele manier en zodoende hebben we hier een projectvraag ingediend voor een duiventil om de duivensport te kunnen opstarten op PITO enkele jaren geleden, net voor de coronaperiode. De leerlingen van het derde jaar die voor de agrarische sector hebben gekozen zitten in de richting plant, dier en milieu. En zij komen voor het eerst in aanraking eigenlijk met de duiventil. Ik vind het heel goed, want als er mensen met interesse, kinderen met interesse zijn, kunnen ze altijd leren van de duiven hier op school? Ja, bij de opleiding van duiven doen wij vooral gelijk kotjes proper maken. Pakken wij de duiven, zo hanteren wij die. Wij geven die soms eten, soms drinken. En vooral het kot uitkuisen. En wij zijn vorige week dinsdag zijn wij met de duiven naar een plek gegaan en hebben ze daar gelost. En het was wel plezant. Ik wil wel mijn steentje bijdragen voor kinderen voor volgend jaar, dat die dit ook allemaal kunnen doen. Het duivenmelken is geëvolueerd naar een echte topsport. En daar zet PITO Stabroek graag op in. De leerlingen van het vijfde jaar dierenzorg gaan dankzij de onderwijshervorming, de vernieuwde lessentabellen, hier heel veel tijd doorbrengen bij de duiventil. En zij gaan nog verdere, doorgedrevenere activiteiten doen rond de duiven. Namelijk niet alleen de duiven ringen, de duiven gaan wegbrengen om hen te trainen. Maar zij gaan ook vluchtgegevens registreren. Het is dus de bedoeling dat we ook GPS-ringen gaan aanschaffen om de gegevens van de vluchten, zodat we weten waar ze allemaal geweest zijn, onderweg kunnen registreren. Zij gaan daarbij ook wel stamboekwerking doen, om zodoende een goede, alsmaar betere topduif op een gegeven termijn te kunnen verkrijgen. En uiteraard alles met het oog op het meedoen aan wedstrijden. PITO Stabroek is van oudsher een landbouwschool. De school is uitgegroeid tot meerdere andere vakken natuurlijk. Maar momenteel is onze afdeling dierenverzorging enorm belangrijk. En als we zien hoe het verhaal veranderd is van de duivenmelkers toen nog, jaren geleden 100.000 leden, nu naar 16.000 leden, vinden we het belangrijk dat die passie die duivenmelkers hebben, om die ook over te brengen aan onze leerlingen. Zij moeten weten dat duiven, ja, dat is een belangrijke sport. Die wordt nog beoefend door veel mensen en wij hopen dat de passie kan overgaan naar onze leerlingen. De steun die we geven aan projecten om een duif ook te plaatsen, merken we toch dat de laatste jaren er jeugd geïnteresseerd geraakt in de duivensport. Leerlingen die uit de school komen, als we die gaan bezoeken, dan zeggen we, dan vragen we aan de liefhebbers, waar heb je het geleerd? En dan zeggen we, ja, we hebben naar school geweest, wel in GE of in PITO in Stabroek. Dus daar groeien wel nieuwe leden uit.
We merken ook dat het altijd niet jongeren zijn die vader of een grootvader met de duiven spelen. Gewoon jongeren die plots geïnteresseerd raken in onze sport. En dat bekomen we eigenlijk met zo'n project. En in de media te komen met positief nieuws zoals vandaag hier. De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond en Pito Stabroek zijn heel trots op dit project. Ze zijn ervan overtuigd dat ze de jeugd warm kunnen maken voor deze fantastische sport. En zo de toekomst van de duivensport verzekeren.